Banken gebruiken van oudsher data van klanten. We kunnen zonder data van klanten überhaupt geen zaken doen. Vroeger brachten we die data bij elkaar door klanten de vragen te stellen, doordat klanten op papier informatie moesten aanleveren. Maar tegenwoordig hebben we dat niet meer nodig. Dus we maken het leven van de klant makkelijker en het gebruik van die digitale data is dan ook weer om een betere dienstverlening te geven. Tuurlijk moeten we goed afspreken waar de grenzen liggen aan, wat je ermee kunt doen. Dat is heel belangrijk. De invloed van digitalisering op de strategie van ING komt eigenlijk vanuit twee kanten. Ten eerste zien we dat door de digitalisering en de technologie zie je het klantgedrag heel snel veranderen. En dat is eigenlijk iets wat we heel goed beheersen. Want we hebben vanuit oudsher met de Postbank een goede ervaring over hoe we bankieren makkelijker kunnen maken. En de technologie en digitalisering die helpt ons daarbij. Zo hebben we het eigenlijk ook voor elkaar gekregen om dat postbankmodel op een andere manier internationaal uit te breiden. En zijn we heel succesvol in heel veel verschillende landen geworden door internetbankieren daar te lanceren. Dus dat is een heel goede invloed op onze strategie. Het andere aspect is het aspect van de nieuwe toetreders in de bankieren omgeving. Technologiebedrijven kunnen nu ook veel makkelijker eigenlijk heel goed dienst verlenen op een vlak en op een vak waar normaal de bankier het vooral deed. Dus je krijgt extra concurrentie, maar dat is alleen maar goed omdat we daarmee kunnen zorgen dat de dienstverlening naar de klant steeds beter wordt. Dus technologie maakt het mogelijk om een heel groot aantal klanten met een lage kostenbasis te bereiken. Maar er zijn wel andere facetten die heel belangrijk zijn. Ten eerste bijvoorbeeld de regulatoire omgeving die ervoor zorgt dat je echt wel heel veel kennis nodig hebt van zaken. En die kennis die bouw je eigenlijk pas op als je ook echt economies of scale hebt. En ten tweede, het aanbod naar je klanten doe je niet alleen maar via één kanaal, dat doe je via verschillende kanalen. En die beleving in die kanalen moet wel overal hetzelfde zijn. En daar komt technologie weer langs. Maar die kanalen brengen wel extra kosten met zich mee. Dus het is een soort van nieuw evenwicht waarbij waar vroeger alleen maar werd gekeken naar economische scale als een driver van banken, dat in de toekomst steeds minder nodig is, maar het blijft een facet. Maar technologie maakt het ook mogelijk om veel flexibeler te zijn. Dus plus en minnen. Ziet ING mogelijkheden om met persoonlijke profielen op basis van bankair gebruik marketingdoeleinden na te streven? We zien dat een bank ook vroeger altijd informatie nodig had van klanten om tot goede bediening te komen. Want die klanten die moeten wij kennen. Dat schrijft onze zorgplicht, schrijft dat voor. Ook om kredietverlening te kunnen doen, dan moet je dus heel goed weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Nou, vroeger stellen we die vragen aan de klanten, dan we moesten klanten op papier die informatie met zich meenemen. Nu hebben we natuurlijk nieuwe methodes waar we langs andere wegen dezelfde informatie kunnen krijgen om ervoor te zorgen dat we die klant ook meteen op de juiste manier kunnen bedienen. Daar zitten big data aspecten aan vast. Die mogelijkheden zijn er en die gaan we zeker gebruiken. Die gebruiken we nu al op het gebied van fraude. Die gebruiken we op het gebied van het goed kunnen placeren van waar je het beste een geldautomaat kunt neerzetten. Maar we gebruiken hem dus ook commercieel voor een bank. Bijvoorbeeld, je kunt je een situatie voorstellen waarbij een klant bij de betaling in een shop erachter komt dat zijn saldo onvoldoende is om die betaling te doen. Dan kunnen we eigenlijk een pushbericht zouden we kunnen sturen waarmee we de klant de gelegenheid geven om tot een extra betaling te komen waarbij de rekening in overstand gaat. Maar dat is wel de beslissing van de klant op dat moment. Dus je kunt er extra dienstverlening mee genereren. Je kunt je ook een situatie voorstellen dat bij het veranderen van bestuurders bij bedrijven, dat je dan automatisch een bericht krijgt van de Kamer van Koophandel en je dus ook een bedrijf kunt benaderen om bijvoorbeeld degene die kunnen tekenen voor die bedrijven ook meteen aan te passen in de administratie van de bank. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten waar je big data kunt gebruiken en technologie kunt gebruiken om de dienstverlening naar klanten te verbeteren. Maar er zit een grens aan. En die grens zit hem op van tot hoever kun je informatie gebruiken van klanten waar het zeker
beter is voor de klant, maar de privacy en het privacygevoel niet in het geding komt. Maar hoe bepaal je die grens? Die moet je samen bepalen. Daar zitten wij niet alleen op als dienstverlener. De klant moet dat kunnen aangeven. Dus is ook een deels is het een maatschappelijke discussie tot hoe ver we willen gaan. Maar we zien dat de spelers buiten de bankierenwereld heel ver daarmee gaan. De Googles van deze wereld en de Amazons van deze wereld. Maar ook op het gebied van gezondheidsaspecten zien we dat er al spelers zijn die veel verder gaan dan dat wij in de, ik zou maar zeggen, de traditionele vakken zouden gaan op dit moment.